zijn eigen geboren zoon gaf, dan aan ieder die gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet gestuurd om de wereld te veroordelen, maar hij kwam opdat de wereld door hem behouden wordt. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn eigen geboren Zoon gaf, opdat aan ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet gestuurd om de wereld te veroordelen, maar hij kwam opdat de wereld door hem behouden wordt. Ja, ook ik geef toe dat ik mezelf niet redden kon. Ook voor mij gaf God zijn Zoon. Ook voor mij geldt elke dag nog dat ik behouden ben, gered voor altijd door Gods Zoon. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn eigen geboren Zoon gaf, dan een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet gestuurd om de wereld te veroordelen, maar hij kwam opdat de wereld door hem behouden wordt. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn eigen geboren Zoon gaf, opdat aan ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet gestuurd om de wereld te veroordelen, maar hij kwam opdat de wereld door hem behouden wordt.